de Bassie en Adriaan die worden daar uitgeleid gedaan. Kerken die is inmiddels vertrokken. Met zijn passagiers, ik weet niet of je de bier nog steeds mist. In ieder geval is degene die aan boord zijn, zijn enthousiast. Nou, even allemaal zwaaien. Iedereen naar Bassie en Adriaan. Dag Bassie, dag Adriaan. Ja, de kleinsmits, dat zijn allemaal van die ballonnen fanatici. Vader Herman, de organisator hier van het festijn, maar ook zijn zonen Gerke en Ronnie. Ronnie die loopt bijna hele dagen, als hij niet in de lucht hangt, met een laptop rond, met fantastische foto's van ballonwaarden die hij heeft gemaakt. Alleen de laatste weken is dat even wat anders geweest. Ronnie is namelijk net voor de eerste keer een vader geworden. Van een prachtige zoon, Stef. En gisteren liep hij niet alleen ballonnenfoto's. Nou, dan kunnen de Basti en Adriaan natuurlijk heel goed zien. En daar zien we ook dat Gerke Kleinsmit een iets andere hoogte heeft gekozen. Hij probeert te profiteren van een iets andere windrichting. Hij probeert iets weg te sturen, dat is heel moeilijk. En als hij wat hoger komt, dan zal hij waarschijnlijk op dezelfde plek afgaan als de andere van ons. Ronnie is bijna klaar. Nee, wat veel spektakel zit nu. Gaat op. Nou, ze komen heel goed weg. De meneer die aan boord is, die al niet al te veel haar had, die greep net even naar zijn laatste haar. Bang dat de branders ook die zou doen verdwijnen, maar het valt allemaal mee. Ze komen heel goed weg. Ronnie Kleinsmit vertrokken. Gerke hangt even verderop in de lucht. En dan zijn we... Toen het rijdt er. Is dat? Ik heb ook een radio erbij. Ja. Ja. Dat valt op de grond. Daar knalt hij.